Als de selfie stick goed is ingesteld, de make-up is opgesmeerd en de haren goed zitten, veranderen de vrouwen van PSV van voetbalsters naar fotomodellen. Een dag een topmodel van een voetballer. Ja, dat moet ook een keer. Je moet ook een keer mooi op foto staan voor het nieuwe seizoen met nieuwe mensen. Dus dat moet ook een dag. Zo, het is niet mijn ding, maar je ziet weer eens wat anders op het veld staan met de bal. Wat vind je van de shirts? Ja, ik vind ze wel echt gaaf, ze zijn echt mooi. Ook eigenlijk mooi dat we eindelijk het PSV-logo alleen hebben en niet de FC Eindhoven erbij. Dat is wel echt mooi. Ja, ik vind ze eigenlijk heel mooi, zowel thuis als uit tenue. Het is toch heel wat anders keer een PSV-tenue. Dus het is toch super vet dat je daar als vrouw ook in mag spelen. En dit jaar is het eindelijk zover. Ja, dat hoort er ook bij. Het is weer een keer wat anders, maar wel leuk. Hoe gaat het dan vooraf? Is dan vrouw allemaal opmaken en allemaal proberen mooi te maken voor de foto? Nou, volgens mij viel het op zich wel mee, alle haren goed en een beetje opmaken misschien, maar het is niet extreem. Ja, sommige komen gewoon al zo aan, maar sommige zitten nog wel op te maken in de kleedkamer, ja. Maar uiteindelijk gaat het allemaal om het voetballen, toch? Uiteindelijk wel, maar de foto wil je er wel mooi op staan. Het eindresultaat van deze foto's heb ik wel iets kunnen zien. Nee, eigenlijk niet. Misschien dat we straks even kunnen bewonderen. Maar goed, dankjewel. Oké, top. Dankjewel.